Hoe kun je hoger in Google komen met behulp van de plugin SEO van Yoast? En dat was een vraag die een van mijn klanten van de Online Trainers Mastermind stelde. Dus ik ga het gewoon even laten zien. Overigens, dat plaatje heb ik net eventjes gejat. Wat doe je? Bijvoorbeeld, je googelt naar, nou, welke autoresponder moet ik kiezen? Dan kom je op hugobakker.com/welke-autoresponder. Oh, ik sta bovenaan. Want dit is een advertentie. Hoe doet hij dat? Hier nog een keertje met een YouTube-video, maar daar hebben we het nu even niet over. Het gaat eventjes over naar je website toe. En dan kom je dus op dit artikel. Ik laat het artikel even zien. Scroll, 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 scroll. Een lang artikel. Nou, als we even naar de achterkant van dat artikel gaan. Gewoon eens eventjes te kijken hoe ik dit nou geschreven heb en hoe dit nu hoog in Google is gekomen. Oh, krijg nou wat. Ik zie hier dus dat artikel, dat is gewoon WordPress. En ik zie hier Yoast SEO, de plugin Yoast SEO. Ik zie bij SEO hier een grijs bolletje. Oeh, dat betekent het is nog niet eens groei. Groen. De leesbaarheid is wel groen, allemaal groene bolletjes, maar de SEO zelf, daar zie ik bij de analyse nog maar een paar groene bolletjes, maar een oranje en ook een paar rode bolletjes. Nou, eigenlijk zou je dus kunnen zeggen van joh, zonder dat je premium hoeft te gaan, kun je als doel stellen om al die bolletjes op groen te krijgen. En dan is die SEO geoptimaliseerd volgens Yoast. Nou, dat is natuurlijk mooi, maar dan zeg je al van, oké, hoe moet ik dit allemaal doen dan? Dat ga ik je uitleggen. Maar voordat ik dat ga doen, wat zou nu de missie van Google zijn? De missie van Google is onze product, informatie over de hele wereld heen te organiseren, universeel toegankelijk en bruikbaar te maken. Met andere woorden, de beste websites, de beste artikelen, die moeten omhoog. Dus hoe weten we of een artikel goed is, ja of nee? Nou, dat betekent dus dat, heel simpel, dat als jij bijvoorbeeld op zoekt op energizers, en je komt dan op, hey, 100 en werk voor me, dan moet je ook daadwerkelijk energizers krijgen. Dus je moet krijgen wat je verwacht. Als mensen niet krijgen wat ze verwachten, dan zijn ze ook snel weer weg. He, dus de zoekopdracht en dat wat ze dus vinden, moet hetzelfde zijn. Nou, dat betekent dus voor jou dat je eigenlijk goed na moet gaan van waar zoeken mensen op? En dat ga je ze geven. Maar dan moet je vervolgens dus wel Google vertellen wat er precies in jouw artikel staat. Nou, dat artikel, het kan helpen om er een lang artikel van te maken. Dus dit is vrij lang. Het moet duidelijk zijn dat het over autoresponders en over kiezen gaat. En dus die woorden staan in de titel, die woorden staan in de URL. Hè. Die URL kan je gewoon bewerken. Ze zeggen vaak, het liefst moet het woord vooraan staan. Hè. Dus ik zou kunnen zeggen, autoresponders, welke moet ik kiezen, Welke moet ik kiezen, comma, is de beste? Hier, als ik dit zo, hoppakee, doe, dat doe ik niet, want dan ben ik mijn linkje eigenlijk kwijt. Dus zoals die was, en hij staat misschien, dit artikel is misschien verspreid over het internet, en dan werken die linkjes niet meer. Maar ik heb dit in ieder geval eventjes veranderd. Hier, dan begint je tekst. Ik zou zeggen, laat ook Google weer weten dat autoresponders, dat het woord is waar het om gaat. Nou, dan staat er heel veel tekst en steeds ook zo'n kopje en daar staat het woord autoresponder ook een paar keer in en misschien zelfs wel iets te veel. Dan voorbeelden van autoresponders, verhaal, 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 content, content, content. Hoe langer mensen scrollen in je artikel, dus hoe waardevoller het is, des te meer krijgt Google natuurlijk ook een seintje van, hey, dit is waardevolle content. Als mensen gelijk wegklikken, dan weet Google van, nou, dat is waarschijnlijk geen belangrijk artikel. Maar hoe krijg je dit nou allemaal op groen?
sowieso de SEO-titel, die heb ik hier niet eens ingevuld. Dit is de SEO-titel. Welke autoresponder moet ik kiezen? Hugo Bakker. Even kijken. Dus ik ga hiervan maken. Autoresponders. Welke moet ik kiezen? Welke is de beste? Dan komt hij in het groen. Yes? Als ik dit nu ga opslaan, hier ergens kan ik opslaan, updaten, dan zou het al kunnen zijn dat hij nu al meer in het groen gaat komen. Kan ik niet helemaal voorspellen, maar nee, ik zie hem nog op grijs. Maar in ieder geval, ik moet wel steeds elke keer weer opnieuw scrollen, dus ik ga niet steeds tussendoor opnieuw opslaan. Nou, dus ik heb in ieder geval nu die titel hier en ik heb dus de meta-beschrijving, dat is dit stukje wat hier staat. Ja, dat staat niet heel erg netjes. Dit stukje moet eigenlijk wervend zijn. Waarom moet dit wervend zijn? Omdat mensen hier, op basis van wat ze hier zien, gaan ze beslissen of ze wel of niet doorklikken. Dus het aantal doorkliks. Ben je op zoek... ga je met... Weet je dat je een autoresponder nodig hebt, maar weet je niet welke de beste is? Check dan dit artikel en ontdek welke het beste past. Welke je het beste kunt kiezen, want dat kiezen wil ik er ook in. Nou wordt hij weer oranje, dus wordt hij te laat, iets te lang. Weet je dat je een autoresponder nodig hebt, maar niet welke de beste is. Zo, hoppakee, klaar. SEO-analyse. Goed. SEO-titel breedte, je kan erop klikken. Dus dat is goed gedaan. SEO-titel. Dat is de SEO-titel. En bovenaan het artikel is ook SEO-titel. De tekstlengte bevat 1923 woorden. Goed gedaan. Als het dus te kort is, krijg je geen groen. Lengte van de metabeschrijving. Dus dit stukje. Goed gedaan. Interne links. Je hebt voldoende interne links. Dus een interne link is dus een link naar een pagina of een artikel binnen jouw website. Dus ik heb geen idee hoor uit mijn hoofd waar ik naartoe gelinkt heb. Oh, de online trainersmastermind.nl. Nee, dat is geen interne link. Dit is geen interne link. Ik weet eerlijk gezegd niet waar ik dit nu naartoe gelinkt heb. Ik krijg in ieder geval... Oh ja, ja hier. Gratis checklist. Dit hier. Dit geldt trouwens niet meer. Dus die moet ik direct wegdoen. Nou kan ik het risico lopen dat ik te weinig interne links heb. Dan kan ik nog wel iets anders erbij verzinnen. Laten we even naar beneden scrollen. SEO-analyse. Nou, interne links is nog voldoende. Dus volgens mij zit er nu eentje op en is dit genoeg. Uitgaande links. Goed gedaan. Liefst heb je uitgaande links. En dat heb ik eigenlijk niet heel erg goed gedaan met bijvoorbeeld... ik zag net bijvoorbeeld een uitgaande link naar de funnelbox. Dat is geen website met een hoog autoriteit. Een hoge autoriteit, dus status, is bijvoorbeeld, hoe heet die ook? Wikipedia is bijvoorbeeld zo eentje. Dus als jij bronvermelding doet naar een website die groot is, dan wordt je artikel betrouwbaarder. Dus dat is externe links. En ik heb waarschijnlijk die links naar GetResponse, naar ActiveCampaign. Dus dat zijn dan uitgaande links en die zijn dan goed. Oh, volgende. Image, alt, attribute, afbeeldingen op deze pagina hebben alt kenmerk, maar je hebt je keyphrase er nog niet ingesteld. Ah, de keyphrase, waar hebben we het over? Keyphrase, oh, wacht even. We gaan eerst eigenlijk zeggen, focus keyphrase, dat is autoresponder. En daar moet hij eigenlijk op gaan SEO'en. En dan gaan we kijken, wat is de SEO-analyse? Wow, nu krijgen we meer bolletjes. Zie je dat? Hoepsakee. Gelijk dit inzicht, dat je eerst moet kiezen hier waar je op moet. Als ik dit nou zou doen, kijken wat er dan gebeurt.
Nou, dan heb ik dus diezelfde bolletjes hier nog. Eerder gebruikte key phrase, eerder op je website gebruikt. Nee, nog niet gedaan. Al het andere is goed gedaan. Nou, oranje, alt-attributen, dus afbeeldingen. Afbeeldingen moeten ook een alt krijgen. Dus ik ga bijvoorbeeld deze plaatjes, even zo. Het plaatje heeft een alt-ding, alternatieve tekst, active campaign. En dan maak ik dan gewoon autoresponder kiezen, zet ik daar gewoon bij. En dat kopieer ik ook even voor de andere plaatjes. Huppakee, zo. De alt-tekst maakt dat Google snapt wat voor plaatje dat is. Ja, dus daar staat dan nu steeds het woord van het bedrijf waar het over gaat. En dit is dan ook. Huppakee. Zo. Als we nu eens even op gaan slaan, dan zou ik verwachten dat dat oranje bolletje inmiddels dan op groen komt te staan. Yes, let's see. Nou, het is een beetje heen en weer scrollen vandaag. Het is niet anders. Ik zie hem even zo snel niet staan. Ja, hier. Image alt. Alles is nu groen. Nou ja, niet van de images in ieder geval. Kijk. Key phrase in title. Oh, die is nog rood. Autoresponder kiezen komen. Niet alle woorden komen voor in je SEO-titel. Hier staat het wel. En hier staat het ook. Maar het staat niet aan elkaar vast. Ik denk dat het niet een probleem is. Dus ik hou hem lekker op rood. Mag dat? Ja, natuurlijk. Mag ze zelf voor kiezen. Key phrase in subheading. Gebruik meer key phrases of synoniem in je H2. H2 is eigenlijk net als in Word. Kop 2. Dus wat is een autoresponder? Welke autoresponders? Ik heb dus nergens welke autoresponders kiezen staan. Hier, autoresponder om uit te kiezen. Waarom kiezen voor? Dus, nou, ik vind het eigenlijk wel prima dat die rood blijft. Keyphrase in meta beschreven is geen meer naar de keyphrase. Maar de keyphrase zit er niet in. De keyphrase autoresponder kiezen. Hier, dus als ik dus dit zou doen. Weet je wat een autoresponder kiezen nodig hebt? Is geen goede tekst natuurlijk. Dan zou die naar mijn verwachting, maar hij is te lang. Dan zou die naar mijn verwachting dus op groen moeten schieten. Dit is het hele principe, mensen. Dit is eigenlijk alles wat je hier aan het doen bent. Nou, verwacht ik nog steeds niet dat die... waar was ik? Ja. Nou staat het erin, maar het staat er gewoon niet goed in. Dus ik kan dit nog even heroverwegen. Ik doe het later nog wel eventjes. Wat hebben we nog meer? Keyphrase dichtheid. Oftewel, hoe vaak is die focus keyphrase autoresponder kiezen gevonden? Dat is te weinig. Dus er staat te weinig achter elkaar autoresponder kiezen. Maar dat, weet je, ik heb hier voor autoresponder kiezen als keyphrase gekozen. Maar als ik dit zou doen, dan is het er wel voldoende natuurlijk. Dus nu is de keyphrase dichtheid 13 keer gevonden, dat is goed. Snap je wat ik aan het doen ben? Keyphrase in je introductie, dus je eerste alinea. Nou, zorg dat het onderwerp direct duidelijk is. Dit is hoe het werkt. En dan komt je analyse op groen. En ik zal eventjes de video op pauze zetten. Het opnemen op pauze zetten en dan maak ik hem even groen. Nou, het was even puzzelen, vooral omdat je die keyphrase als je autoresponder kiest. Prima, maar... als je de keyphrase autoresponder kiezen deed, ja, dan was het echt eventjes puzzelen. En ik vind het ook wel best hoor. Hij zegt eigenlijk groen, smiley, maar de keyphrase in de introductie, dus niet in de eerste alinea. Nou, ik heb het hier in de eerste alinea staan. Ik vind het wel best. En het staat ook niet genoeg in de tekst zelf. Maar ik vind autoresponder kiezen als zinnetje... ik vind het wel best eigenlijk zo prima.
Maar dan zegt hij hier dus de dichtheid. Dus het aantal keer dat die key phrase is 5 keer gevonden. Dat is, weet je, ik vind het wel prima, want je moet denk ik ook niet te dik erbovenop gaan leggen. Dus het is goed zo. Hij staat op groen en ik heb bijvoorbeeld hier dan toch maar echt even bij de SEO-titel autoresponder kiezen. Welke is de beste voor mij? En hier toch ook bij de metabeschrijving autoresponder kiezen. Je weet dat je het nodig hebt. Dus daar toch echt nog maar eventjes de nadruk op gelegd. En nou, hij staat op groen. Jij weet nu hoe dit werkt. En het is eigenlijk een leuk puzzeltochtje. En je weet gewoon dat het kan helpen. En zonder dat hij geoptimaliseerd was, stond ik toch al hoog. Bovenaan dus. Dus er is gewoon heel veel mogelijk. Maar, weet je, aantekening, je moet natuurlijk niet verwachten met afvallen, dat soort termen, dat je dan gelijk even bam op nummer 1 komt te staan. Dus daar moet je echt wel wat meer voor doen. Dan moet je hele website gewoon goed werken, opgetuigd zijn. Het moet een populaire website zijn met een hoge domain authority. En dus het is niet zomaar iets. Dus als je hiermee gaat werken, kies dan voor 2 of 3 woorden minimaal als key phrase. Dus autoresponder kiezen. Welke autoresponder kiezen? En dan gaat het werken voor je. Nou, veel succes en ik hoop dat dit jou weer geholpen heeft. En ik haal nu dat verschrikkelijke background haal ik eventjes weg. Dit is natuurlijk wel gaaf. Of dit. Of dit. 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 Of gewoon greenscreen. Groetjes. Hoi hoi.